Waarschijnlijk gaan we vrijdag dus nu wel naar Spanje. Maar er rijdt echt een Mongool voor me gewoon. Let op. Zo. Ga jij maar de vlog overnemen? Hoi. Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede morgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik heb jullie gisteren gevraagd of ik zou doorgaan vloggen, maar ik ga gewoon door, jongens. Ik ga gewoon door tot ik het leuk vind, tot het gewoon niet meer werkt. En het werkt gewoon nog goed, dus ik ga door. Maar ik loop echt als een debiel, aangezien mijn benen fucking veel pijn doen. En gewoon alles voel ik gewoon. Ah, het is echt lijp. En kijk, zoals jullie zien is mijn haar een beetje lang. Nou ja, een beetje lang. Het is echt fucking lang. Dus ik heb om 2 uur een afspraak bij Lotfi in Amsterdam. Dus dan ga ik eventjes lekker mijn haar laten knippen, jongens. Ik heb er echt zin in. En de vorige keer dat ik een afspraak had bij de kapper was zaterdag. Maar zaterdag werd ik om 4 uur wakker, zoals jullie weten. Dus dat was niet helemaal netjes naar Lotfi toe. Maar ik had hem toen een bericht gestuurd. Ik zeg van, yo, sorry maat, maar ik word nu pas wakker. Het spijt me, ik ben gisteren uit geweest. Heel dom. Dus hij zei tegen mij, zo, dan heb je wel een leuke avond gehad. Ik zei, ja, het ging er flink naartoe. Maar goed, ik ga even een koffietje zetten. En dan ga ik eventjes lekker editen. En dan straks lekker richting de kapper. En daar heb ik echt zoveel zin in, jongens. Pff, kijk dan, joh. Ik ben heel erg benieuwd, wie kent dit? Pindakaas met hagelslag. Dit is echt top, jongens. Voor de mensen die het niet... Ik weet dat heel veel mensen het vroeger tegen mij zeiden. Want dit was vroeger dus echt het ontbijt dat ik elke dag at voordat ik naar school ging. Op de basisschool, op de middelbare school. Dit was gewoon echt elke dag mijn ontbijt. Maar heel veel mensen zeiden toen vroeger tegen mij... Pindakaas met hagelslag, dat doe je toch niet? Maar het is zo lekker, jongens. Je moet het eens een keer gaan proberen. Het is echt lekker. Het is echt lekker. Pindakaas met hagelslag. En een koffietje natuurlijk. Zo lijp, jongens. Ik ben nu die video van Mr. Beast aan het kijken dat hij 1000 mensen gewoon laat opereren, zeg maar. Want het is blijkbaar een operatie van 10 minuten. Dat die mensen weer laat zien. Sommige mensen die krijgen, zeg maar, een waas voor hun ogen. En dat halen ze dan binnen 10 minuten weg. En dan doen ze een, zeg maar, een artificial... Gewoon een nep, zeg maar, nep lensje erop. Ik heb geen idee hoe dat werkt. Maar dan laat hij dus gewoon 1000 mensen weer gewoon zien. Dat is zo lijp. Ik vind die content van Mr. Beast zo hard, jongens. Echt, echt heel lijp. Maar het is tijd om naar Amsterdam te gaan, naar Lotfi. Om dit vogelnest op mijn hoofd te laten fixen. En ik heb er zoveel zin in, jongens. Och, lekker. Ik vind het zo lekker om naar de kapper te gaan. Weer helemaal fris te zijn. Dus de auto in. En let's go. Hey Google, doe alles in de woonkamer uit. Dankjewel. En zoals ik gisteren zei, jongens, is het goed om voldoende water te drinken op een dag. Dus ik ga even zo hier de koelkast in. En kijk eens wat hier ligt. Oh, oh, oh. Een solfontaine rood. Lekker zeg. Lekker zeg. Lekker zeg. Zoals jullie weten zouden Gio en ik naar Spanje gaan om voor Gio een huis te bezichtigen. Maar dat is toen niet doorgegaan, omdat de vliegtickets al waren... Ja, die waren, zeg maar, het vliegtuig was al volgeboekt, omdat wij echt maar een paar uur van tevoren wilden boeken. Wat ook niet slim is, maar waarschijnlijk gaan we vrijdag dus nu wel naar Spanje. En moeten we eigenlijk, het is nu vandaag dinsdag, moeten we eigenlijk gewoon nu alvast gaan boeken. Want anders komen we weer met hetzelfde probleem. Dat straks de vluchten zijn volgeboekt. En dat willen we niet. Ach, maar jongens, het lijkt me lekker even naar Spanje. Al is het echt maar voor 2 dagen, gewoon eventjes eruit. Heerlijk! Jongens, in het o zo mooie Amsterdam. Maar er rijdt echt een Mongool voor me gewoon. Zit alleen maar te remmen. Het is ook een Belg. Misschien vindt hij het spannend hier in de stad. Maar die zit alleen maar aan het remmen. En voor alles super voorzichtig. Echt 15 km per uur rijden. Maar goed, hè? Geef die toeristen ook een beetje de kans, hè? Oh, jongens. Ik loop nu op de Dam. Maar ik voel mijn benen weer echt branden gewoon. Ik ga voorlopig even niet meer mijn benen trainen, jongens. Want ik voel ze echt pittig. Ik zeg het maar weer even vandaag, jongens. Maar het zonnetje schijnt. En dan ben ik blij. Daar ben ik weer bij Lotfi. En zoals ik had verteld had ik eigenlijk zaterdag een afspraak. Maar dat heb ik helemaal verpest. Dus sowieso eerst sorry. En kijk, dit was de reden. Ik kwam om 6 uur 's ochtends thuis. En mijn broer vond me hier om 10 over 8. Let op. Zo. Dat was wel een heftige nacht. Ja, dat is iets te gezellig. Ik werd pas om 4 uur wakker. En dat had ik ook tegen jullie verteld. Maar ik had eigenlijk een afspraak bij Lotfi. Dus dat was niet zo netjes. Maar hij gaat het nu weer helemaal voor me fixen, jongens. Weet jullie nog ooit dat ik heb gezegd dat ik blond wilde? Ik ben daar echt van afgestapt. Ik ga dat niet meer doen. Ik dacht eerst van, ah, dat is lachen, joh. Ik ga gewoon een keer mijn haar blonderen. Maar Ik denk dat het echt helemaal niks voor mij is en dat het me ook totaal niet staat. Wat denk jij, blond? Nee, samen niet. Nee, ja, dat doen we niet. Move it too bossy, we don't tread softly, but not flossy, the streets didn't taught me, move it too bossy. Oh jongens, kijk eens even, ik ben weer helemaal fris. En Lotfi zei het ook al, zeg maar, als ik even naar de kapper ben geweest, heb ik gelijk ook weer een smallere kop. Gelijk weer wat frisser, dus ik ben er blij mee. Het is zo'n lekker gevoel als je bij de kapper bent geweest, jongens. Ik ben helemaal fris, smallere kop. Helemaal top. Maar we gaan weer lekker naar huis en ik ga even wat eten, want ik heb trek. Oh jongens, ik zit nu weer in de auto, maar ik moet nodig plassen. En het is nog een half uur rijden naar huis. Ik ben altijd zo dom, jongen. Dan zit ik daar bij Lotfi, kan ik daar gewoon naar het toilet. Maar dat vergeet ik dan. Nou ja, vergeet ik dan. Zeg maar, altijd als ik dan pas wegloop, denk ik van... Oh, ja, eigenlijk moet ik gewoon naar het toilet. Maar goed, fuck it. Oeh, er staat hier een hele dikke M4. Goede kleur ook, in het goud. Een M4 of een M3 of een M2, gewoon eigenlijk, dat zou wel echt een vette opvolger zijn voor deze auto, jongens. Maar tot nu toe ben ik nog super blij met deze auto, dus hij gaat nog niet weg. Het is zulk lekker weer. Ik heb gewoon lekker mijn raampje open, ik heb mijn dakraampje open. Kijk eens even. Helemaal top, jongens. Ach, lekker zonnetje. Ik word er helemaal blij van. Zoals ik vanochtend al had gezegd, ga ik gewoon lekker door met vloggen, jongens. Want ik vind het gewoon te leuk om gewoon video's te maken voor jullie. En ik vind het zelf gewoon zo leuk om een digitaal dagboek te hebben in principe. En ik vind het gewoon een heerlijk ritme. Ik kom lekker mijn bed uit, ik ga lekker editen. Ik pak gewoon weer lekker mijn camera. Ik ga gewoon weer lekker filmen. En ik vind het juist, zeg maar, toen met die weekvlogs wat ik toen al zei... was gewoon een beetje van, het is een beetje net niet. Ik nam dus met weekvloggen dus elke dag al mijn camera mee. Dus ik was al eigenlijk bijna elke dag aan het filmen. Maar ik filmde eigenlijk net elke keer de verkeerde dingen eigenlijk. Het was elke keer, zeg maar, net niet wat ik echt wil laten zien. En met dagelijks vloggen laat ik gewoon precies zien wat ik allemaal doe. Hoe ik alles doe. Gewoon, en ik vind het gewoon eigenlijk veel leuker, persoonlijker. Jullie vinden het leuker. Jullie reageren ook veel meer op. Jullie kunnen meeleven. Dat vind ik zelf ook heel erg leuk. En ik vind het ook gewoon leuk om gewoon, wat ik al zei, om gewoon mijn leven vast te leggen. Om voor jullie te filmen. Ik word daar gewoon blij van. Ik vind het leuk om tegen de camera te praten. Ik vind het leuk om met de camera bezig te zijn. Ik vind het vet om vette content te maken. Dus bij deze, ik ga lekker door met vloggen in februari. En ik zie het wel, jongens. Als ik op een gegeven moment, de tijd komt dat ik denk van, nou ja, het werkt niet meer, dan stop ik ermee. Maar tot nu toe vind ik het nog te leuk, dus ik blijf lekker doorgaan. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan eventjes hier beneden. Zou ik heel erg leuk vinden en dat geeft mij ook extra motivatie om maar door te blijven gaan, jongens. Dus ben je nog niet geabonneerd, doe dat eventjes. En ik ga nu de auto in, want ik ga richting Haarlem, want ik ga gezellig bij Ella en haar ouders eten. En daarna gaan we waarschijnlijk even de stad in, even ergens gezellig met z'n tweeën, weet ik veel, koffietje, drankje, we zien het wel. Komt allemaal goed, wordt allemaal leuk. Ik ga de auto in. Hey Google, doe alles in de woonkamer uit. Hey. Oh, ik dacht al. Sorry als het licht bij jullie nu ook uit is in de woonkamer. Pardon. Het is nu 5:30 en ik ga nu de snelweg op. Dus waarschijnlijk kom ik echt in een zieke file te staan. Richting Haarlem altijd. Maar goed. Het is niet anders, jongens. Want we gingen om 6:30 eten. Dus ik dacht, ik ga nu alvast maar weg. Voordat ik weer te laat ben. Hè? Dat is niet zo netjes tegenover je schoonouders. Dus let's go! Ja. Dat dacht ik al. Daar gaan we al, jongens. Daar gaan we al. Kijk, dus gisteren ook al. Het is nu 5:30. Maar de zon gaat nu pas onder, jongens. Dat is echt lekker. De dagen worden echt alweer een stukje langer. En dat vind ik fijn. Kijk, het is nu al gewoon lekker licht buiten. Dat is top. Oh, ja, net mochten we 70, nu wordt het alweer 50, jongens. Dit gaat helemaal de verkeerde kant op dit. Ik vraag geen grapje, kan je rekenen? Wauw, want ik ben op mijn zonnewereld. Ik doe vaker M-likken, ik doe geen ballonnen meer. Ik ben met de Holyflex in Duitsland. Jij weet dat ik niet meer thuis kwam. We pakken 100, pakken 1000. Ik kom gedrest in de club, niet zitten aan mijn haar. Breng alle vieze bitches even dichter bij elkaar. Na mijn drank heb ik hier en mijn pillen heb ik daar. Perfect. Hé, waarom rijdt dit niet door? Waarom rijdt de rest wel door? Niet dat er nu mensen op elkaar zijn geklapt, hoor, want dan gaat het echt lang duren. Oh, dat wil je echt niet. Dat is ook vaak zo, hè. Zeg maar, in zo'n file, weet je, zie je soms mensen die gaan op hun telefoon zitten en dan klappen ze op hun voorganger. Ja, en dan gaat het allemaal lang duren, jongens. Oh. Maar het staat gewoon echt helemaal vast. Dit is echt helemaal... Dit is helemaal kloden. Zo, hij is... Waarom zijn kat altijd zo camera-schuw? Minoes heeft het ook al. Dan ga ik de camera aanzetten en hier, dan is het gelijk helemaal eng. Hallo! Ik ben aan het slapen. Ik ben moe. Ga jij maar de vlog overnemen. Hoi. Hallo allemaal. Vincent slaapt. Oh, ik lag echt lekker. Laat me nou eens met rust. Nah. Ja, je kan niet eens praten. Wat een kwaliteit vlog, El. Echt waar. Echt een hele goede... Ik kreeg een DM van iemand. Hele goede scène was het. Ik kreeg een DM van iemand. Wat dan? Je hebt zo'n leuke persoonlijkheid. Je zou zelf een YouTube kanaal moeten beginnen. Welkom bij de nieuwe Ella Pella vlog. Vandaag... Hoi, ik ben Ella. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En vandaag ga ik mijn make-up doen en dan ga ik jullie mijn outfit of today laten zien. Ja. En wij gaan nu eten. Kijk eens hoe lekker, jongens. Wij hebben net lekker gegeten en liggen lekker bovenop Ella's kamer een filmpje te kijken, jongens. Ik zei het gisteren ook al. Weer van die kleine dingetjes waar je van moet genieten. Hè? Met vrouwtje erbij, lekker filmpje kijken. We kijken een, hoe heet dit film eigenlijk? Voor elkaar gemaakt. Oh. Zo'n lekkere afgezaagde Nederlandse film. Heerlijk. Oh, ik dacht, je gaat wat zeggen. Nou, we gaan weer verder. Kom surfen. Oh, lekker. Doe er ook een. Oh. Kijk eens eventjes. Ik zei dat ik trek had, dus Ella heeft even crackertjes voor mij gemaakt. Dankjewel. Ja? Niet knoeien, hoor. Nee, ik ga niet knoeien. Ik ga niet knoeien. Geen één, ik beloof dat er geen één kruimel in je bed komt. Jongens. Nee, mensen moeten zeggen waar het van is. Trouwvolgers. Nou, mensen weten echt wel wie dit is, hoor. Maar goed, laat inderdaad maar eventjes weten in de comments wie dit is en waarom Ella deze heeft. Zo, jongens, ik ga weer lekker de auto instappen. Ik ga lekker naar huis en ik ga lekker in mijn bed liggen. En toen ik thuis kwam heb ik dat ook lekker gedaan, jongens. Ik ben lekker in mijn bed gaan liggen en toen ben ik lekker in slaap gevallen. En ik heb vannacht goed geslapen, dus dat is echt helemaal top. Ik was wel vergeten de vlog af te sluiten omdat ik thuis kwam en ik was zo moe. Dus bij deze, vergeet niet te abonneren en ik zie je morgen om 6 uur bij een nieuwe vlog. Later!